Het is deze week Nationale Klimaatweek. Overal in heel Nederland. En dat wordt geantameerd door het ministerie van Economische... Nee, hoe heette ze nu? Klimaat en Groene Groei. En wij konden een klimaatvlag krijgen. En toen bedachten we, nou, wat is een mooier gebouw om hem vanaf te hijsen dan hier op het stadhuis. Toen hebben we de burgemeester gevraagd. En toen hebben we er een beetje een leuke manifestatie van gemaakt om een beetje inzicht te geven in wat er allemaal, hoe je ernaar kunt kijken, wat je kunt doen en wat er in Deventer gebeurt. Ja, net zoals al gezegd bij het vlagmoment net ga ik me inzetten om alle mooie initiatieven die er zijn in deze gemeente Deventer. Om die te inventariseren, bij elkaar te brengen, met elkaar te verbinden. En eigenlijk om die samen dus sterker te maken. En dan hopelijk aan het eind van het jaar dat we dan ja, een hele hechte gemeenschap hebben die zich allemaal inzetten voor het klimaat. Nou, we hebben natuurlijk hoge verwachtingen van de gemeente Deventer. We snappen heel goed dat ze het mondiale klimaatprobleem niet kunnen oplossen. Zelfs niet het klimaatprobleem voor heel Nederland. Maar dat ze wel binnen Deventer doen wat ze kunnen. En daarvoor heeft Deventer een jaar geleden een klimaatraad ingericht. 100 burgers die met z'n allen goede plannen bedacht hebben wat Deventer zou kunnen doen bovenop wat Deventer al doet. Die adviezen zijn naar de gemeenteraad gegaan. Die zijn nu achter de schermen aan het kijken. Kunnen we ze uitvoeren? En als ze uitvoerbaar zijn, wordt het aan de raad voorgelegd. En dan gaat de gemeente dat doen. En daar hebben we dus hoge verwachtingen van. Nou, er zijn natuurlijk initiatieven op het gebied van energie, vanuit het duurzaamheidscentrum. Maar er zijn ook lokaal in de wijken. Groot voorbeeld is Zandweert, waar heel veel gebeurt. Er zijn klimaatgroepen, hoe moet je het noemen? Hoe heet het ook alweer? Duurzaamheidsteams, ja, dat is het woord. Die duurzaamheidsteams die inzetten om de mensen te helpen bij het verduurzamen van hun woning. En ze hebben een aantal daken gedaan waarbij ze een groen dak erop hebben gelegd. En dat is met elkaar natuurlijk veel makkelijker te realiseren als iedereen dat voor zichzelf doet.